Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook degenen die deze dienst met ons meebeleven via de livestream, van harte welkom in deze kerkdienst. Vanmorgen gaat onze predikant dominee H.M. Mulder voor en het schriftgedeelte dat vanmorgen centraal staat is Openbaring 2 vers 8 tot 29. Het thema van de prediking is de morgenstergemeente te Thyatira. Er is één mededeling van de kerkenraad. Aanstaande donderdagavond, Deo Volente 13 juni, wordt de jaarlijkse gemeenteavond over de financiën van de kerk en van de diaconie gehouden. Wij nodigen u van harte daarvoor uit om bij deze vergadering te zijn. We hopen om 20 uur, om 8 uur te beginnen met inloop vanaf 7:45. Ook zal er dan aandacht worden besteed aan de manier waarop we het heiligavondmaal hopen te vieren aan het einde van deze maand. En er zal een korte toelichting worden gegeven op de manier waarop de kerkenraad het beleidsonderwerp psalmen en liederen hoopt te behandelen. Over de collecte. Tijdens de eredienst is de collecte voor toerusting en met name pastoraat. En de overige collectebijdrage kunt u overmaken op de inmiddels bekende wijze via de bank dus. Laten we nu samen psalm 30 vers 3 zingen. Dat is ook de psalm die een deel van onze kinderen op school geleerd heeft. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In het gedeelte dat we vanmorgen gaan lezen, laat de Heer Jezus ons zien dat Hij alles ziet en doorgrondt, dat Hij overal doorheen kijkt. En daarom zingen we nu met elkaar uit Psalm 26, vers 2 en 3. Dan zingen we onder andere deze woorden. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds openlaag. Psalm 26, vers 2 en 3. Thank you.
We luisteren samen naar de 10 geboden van de Heere. Vervolgens zingen we uit Psalm 101, vers 6 en 7, waarin je een duidelijk onderscheid ziet in vers 6, waar het gaat over mensen die de weg van de Heere gaan, maar in vers 7 over mensen die eruit gezet worden, die leugenaars zijn, die bij God vandaan gaan. Nou, dat is ook wat we zien in het schriftgedeelte straks. Er zijn mensen die dicht bij de Heere leven, maar ook die andere wegen gaan. Dus Psalm 101, vers 6 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is.
In ons gezamenlijke gebed mogen ook een aantal mensen aan de Heer opdragen. We denken aan zusters van Wingerden en Braber van de Zoete Inval 2. Zij verblijft nu in de revalidatie van de Engelenburg om op krachten te komen. En de verwachting is dat ze komende maandag weer naar huis zal kunnen terugkeren. We denken aan zuster Joke van der Brink van de Veldmeislaan 14. Ze heeft de uitslag van de onderzoeken gekregen. En hieruit blijkt dat ze geen chemotherapie hoeft te ondergaan. Dus een in verhouding goede uitslag, maar dat er alleen maar bestralingen nodig zijn. We denken ook aan zuster Joanne Hazelhof ter Stegen van Dissel 40. Zij moet maandag een hersteloperatie ondergaan nadat er eerder borstkanker werd geconstateerd en geopereerd. In tegenstelling tot wat op de zondagsbrief staat, is het niet zo dat er extra risico is aan deze operatie. We denken ook aan broeder Van Manen van de Boompjesgoed 171. Hij zal komende dinsdag een operatie ondergaan waarbij hij een nieuwe heup krijgt. We denken aan broeder en zuster Krijn en Rianne Nieboer van de buurtlaan West 77. Omdat de moeder van Krijn afgelopen vrijdag in de Heren is ontslapen. In de leeftijd van 93 jaar. We denken ook aan dominee Van der Ree die op reis is naar Ierland. In verband met zijn werk ook voor deputaten buitenlandse kerken. We denken ook aan de admissie-examens van onze kerken. Zullen we tot de Heren gaan in ons gebed. Heer onze God, u bent zo oneindig groot, zo heilig, zo vol glorie en majesteit. En wie zijn wij dat wij bij u mogen komen? En Heere, als wij uw woord op ons in laten werken, dan beseffen we hebben geen recht daartoe. En misschien weten we het vanmorgen ook wel diep van binnen, dat er heel veel redenen zouden zijn waarom we niet bij u mogen komen. En daarom buigen we ons hoofd, Heere. En we vragen u, vergeef ons. Daarom vragen we u om uw ontferming. Daar wij ons klein maken voor u. Heer, en dan danken we u dat die ontferming er is. Dat u de Heere, onze God, wil zijn. Dat u in uw genade naar ons toekomt. Dat u ons uitnodigt om te luisteren naar uw woord. Dat u ons uitnodigt om in ons gebed tot u te komen. En zo naderen wij, Heere, tot de troon van uw genade. We komen als het ware uw heiligdom binnen. Ook al beseffen we dat misschien maar ten dele. Grote God, zie naar ons om. En zorg als een vader voor ons. Wij zijn kinderen die vaak weglopen. Die vaak het verkeerde kiezen en het goede nalaten. Die in onze gedachten zo vaak afgeleid zijn. Die het moeilijk vinden om werkelijk te volharden. Heer, omdat we dat beseffen, komen we tot u. Want u heeft uw geest te geven. En werk dan vanmorgen ook weer met uw geest. Spreek, Heer. En laat uw woord in de gemeente binnenkomen. Of we nu hier in de kerkzaal zijn, of dat we deze dienst, om wat voor reden dan ook, op afstand meebeleven. Geef dat we uw woord mogen horen en dat het ons mag vormen. Dat het mag vertroosten. Daar waar er verdriet is. Dat ons mag opscherpen. Daar waar we misschien lauw geworden zijn. Dat het ons de richting mag wijzen. Als we misschien het spoor bijster zijn. Heere, wilt u zo door uw woord en geest in onze harten werken. En zelf versterken waar u eens al aan begonnen bent. Heere, we bidden u. Geef ook dat mensen tot geloof mogen komen. Opnieuw geboren mogen worden. Geef dat onze ogen mogen opengaan. En dat we dat woord van u mogen ervaren als een woord voor ons. Levend. Krachtig. Heer, dan weet u wat wij nodig hebben. Geeft u ons dat. Zegent u, Heer, in welke taken we ook hebben in deze dienst. Of we de preekstoel staan, achter het orgel zitten, voor de techniek bedienen, of de gaven mogen inzamelen. Heer, we kijken op naar u. Want wij zijn niet zomaar samengekomen. En we vragen u daarom, werkt u in ons midden, in onze harten. En laat deze hele dienst zijn tot verheerlijking van uw naam en tot opbouw van uw kerk. Zegt u ook de oppasseren, zegt u de parel,
Geef dat ook dat soort dingen mogen bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk. Heren, wij bidden u zo voor ouderen. U weet, heren, hoe moeilijk het soms kan zijn om in de avond van het leven te zijn gekomen. Als het soms ziekte met zich meebrengt. En eenzaamheid. Als generatiegenoten wegvallen en het leven steeds moeilijker wordt. Troost ons, heren. Wees ons nabij. Geef ons helder zicht op u. Geef het ons niet laten weerhouden door alle zorgen, maar geef dat we mogen zien op u, de Heer Jezus Christus, die ons in alle genade onze zonden wil vergeven. Heer, we bidden u voor ons als we midden in het leven staan. Als we werkzaam zijn of met pensioen. Heer, u weet wat nodig is. Helpt u ons als we alleen door het leven gaan? Geef ons ook een leven ten dienste van u als we een relatie hebben, als we misschien een gezin hebben. Heer, wij horen bij een groter geheel. Geef dat wij door uw geest geleid een goede plaats mogen innemen in onze samenleving. Zegt u ook de jongeren, heren. Zegt u degenen die examen hebben gedaan en misschien de uitslag al hebben gekregen of nog zullen krijgen komende week. Zegent u ze. Geef dat ze uit uw hand mogen leven en u mogen dienen. Wees ook bij de jongeren die het leven soms zwaar vinden. Die het ingewikkeld vinden om keuzes te maken. Die het geloven lastig vinden. Die lichamelijk of psychisch soms in de knoop zitten. Heren, wees u ze nabij. Zegent u in ieder die last heeft van chronische ziekte. Van depressieve gevoelens. Van zorg in het gezin. Heren, wees u bij ons als we misschien een gezinslid hebben die wat extra zorg nodig heeft. Misschien ook wel een zoon of een dochter die extra begeleiding nodig heeft. Heren, geef dat de gemeente ook voor die kinderen, voor die jongeren, een veilig thuis mag zijn. Heren, dat is beperkt. Maar als u het zegent, dan wilt u het toch ook zo gebruiken. Heren, we bidden u zo voor ons als gemeente. En bijzonder ook voor zuster van Wingerden. U weet, heren, dat ze nu in de revalidatie is. We danken u dat dat zo aan bijgedragen heeft dat zij morgen weer naar huis hoopt te gaan. Geeft u haar wat nodig is, heren. Nu ze in de avond van het leven is gekomen, zijn haar krachten wat terug mochten komen. We danken u voor wat u daarin geeft. Maar geef vooral dat haar hart op u, de heren, gericht mag zijn. Heren, we danken u dat de uitslag die Joke van der Brink ontvangen heeft, dat die meeviel. Heren, geen chemokuren, alleen bestralingen. We danken u dat het meevalt. We bidden u, gaat u met haar mee. Als het over een poosje plaats zal vinden, als de ingrepen, als de bestralingen zullen plaatsvinden, geeft u dat ze dan ook kracht daarvoor krijgt en uit uw hand mag leven. Heren, zorgt u ook voor zuster Joanne Hazelhoff. U weet dat ze komende maandag een hersteloperatie moet ondergaan. U weet, heren, hoe het de afgelopen periode geweest is. En wij vragen u, heren, gaat u ook nu weer met haar, met haar man, met hun gezin mee. Dank u wel dat er vertrouwen mag zijn op u. En geef dat ze ook in dat vertrouwen deze weg mag gaan. En zou u ons willen verblijden met uw zegen over deze ingreep. Dat wat er beoogd wordt, dat het ook bewerkt mag worden. Heren, geef zo uw zegen aan hen. Bidden nu gaat u ook mee met broeder Van Maanen van de Boompjesgoed. U weet, heren, dat hij optie tegen de ingreep bij die nieuwe heup krijgt. Wilt u bij hem zijn. Voor hem zorgen. En geef dat hij vooral op zal zien naar u, als de God die hem het leven gaf en die ook zijn verlosser wil zijn. Werk zo in zijn hart, in het hart van zijn vrouw. Heren, zorgt u alstublieft ook voor broeder en zuster Krijn en Rianne Nieboer. U weet, heren, dat de moeder van Krijn is ontslapen in u. Mocht 93 jaar worden, een gezegende leeftijd. We danken u voor wat ze in haar mochten ontvangen. We bidden u ook nu om troost en nabijheid. Of ook de praktische dingen goed geregeld mogen worden. Dat er een waardig afscheid is waarin uw woord klinkt. En waarin de genade van u er als een deken overheen mag vallen. Wees zo onze broeder en zuster. Met allen die in lief en dierbaar zijn. Nabij. Heren, zegent u onze predikant, dominee Van der Ree. Als hij op reis is naar Ierland voor het werk van deputaten buitenlandse kerken. Geef hem ook daar een gezegende zondag.
Geef dat het goede ontmoetingen mogen zijn, dat er banden mogen worden aangehaald, dat we zo ook mogen zien dat over landsgrenzen heen we één zijn in Christus, één zijn in U. Geef hem een goede tijd en breng hem ook weer veilig terug in ons midden. Ook als hij het roepen van Ede nog in overweging heeft, geef hem helderheid in het besluit wat U van hem vraagt. We bidden U ook, Heer, om de voortgang van uw koninkrijk in onze gemeente, maar ook in het bijzonder in ons kerkverband. Heer, u weet dat de admissie-examens zullen plaatsvinden de komende tijd. U weet, Heer, wie zich daarvoor hebben aangemeld. We bidden U om gezegende gesprekken. We bidden U om de leiding van uw geest voor het curatorium, in wie ze mogen toelaten of wie ze moeten afwijzen. U weet, Heer, dat dat een heel gevoelig iets is. We vragen U of U wil doen wat goed is voor de personen in kwestie, voor de opbouw van uw kerk. We denken dan ook aan de generale synode, Heer, die binnenkort zal starten. Zegen de voorbereidingen daarvoor. Geef dat dat door uw geest geleid mag zijn. Niet de menselijke stem de boventoon voert, maar dat dwars door alles heen uw stem verstaan wordt en uw wil gedaan wordt. En dan ziet en doorgrondt u ons allemaal, Heren, zoals we hier in de kerk zijn, zoals we op afstand verbonden zijn. U ziet heel uw kerk wereldwijd, alle mensen. En we kijken op naar u, Heren, terwijl deze wereld op veel plaatsen in brand staat. Als er van alles gebeurt, in Israël. U weet, Heren, wat daar allemaal gebeurt. Mensen die bevrijd zijn, mensen die gedood zijn. Verschrikkelijk, Heren. Ontferm u over die mensen daar. Werk ook daar met uw geest. We denken ook aan de voortslepende oorlog in Oekraïne. We denken aan andere conflicten over deze hele aarde. Heren, zoveel is kapot en gebroken in gezinnen, in families, in landen, Heren, ontferm u. U bent toch degene die daar staat, zoals we straks mogen lezen, met ogen als een vuurvlam. Voeten als blinkend koper. U bent heilig. U bent almachtig. U heeft alle macht in hemel en op aarde. Daarom slaan we onze ogen op tot u. Als u dan alle macht heeft, werk dan met uw macht in onze harten, in deze wereld, omdat wij niet uw naam lasteren, maar uw naam eren, loven en prijzen. Wij vragen dat niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen onze reis, zou je kunnen zeggen. Op het plaatje ziet u dat we naar het volgende gemeente gaan. Jongens en meisjes, dit plaatje neem ik elke keer mee als ik preek over een brief aan een van die gemeenten. Onderin zijn we begonnen, midden in de zee, als het eiland waar Johannes is. De apostel Johannes op Patmos. Daarna gingen we naar het dichtstbijzijnde rondje, dat is de gemeente van Efeze. Vervolgens gingen we omhoog naar de gemeente van Smyrna. Toen nog verder omhoog naar de gemeente van Pergamus. En nu gaan we schuin naar beneden, naar de gemeente van Thyatira. En elke gemeente probeer ik te typeren met één beeld. Misschien weet je het nog wel. De gemeente van Efeze had ik een kandelaar. Weet je, als een kandelaar met kaarsen erop. Als een teken wat daar gebruikt werd voor die gemeente, de kandelaar die daar schijnt. De volgende gemeente, de gemeente van Smyrna, een kroon. Omdat daar gesproken wordt over de kroon van het leven. De gemeente daarna, Pergamus, gebruikte ik het beeld van het troon. Niet de troon van Satan, maar van de Heer Jezus. En het beeld bij de gemeente Thyatira is dit. Dus als je kunt zien, het is een donkere lucht, hè? Met allemaal sterren, maar er is er eentje die heel helder schijnt. Nou, op Google vond ik dit toen ik zocht op morgenster. De morgenster, dat is de ster die schijnt vlak voor het morgen wordt, is nog heel donker, maar die schijnt dan heel helder. Nou, de Heer Jezus gebruikt dat beeld ook voor deze gemeente. Die zegt, blijf trouw, leef met mij, dan zal ik jullie de morgenster geven. Dan zal mijn licht in de duisternis in jullie leven blijven schijnen. Dan zul je weten
welke kant je op mag en op moet. Nou, daar gaan we met elkaar over lezen vanmorgen. We lezen uit Openbaring hoofdstuk 2, vers 18 tot en met vers 29. En als we dat lezen, dan komen we ook iets tegen over heidenvolken. In ieder geval over pottenbakkersvaten die kapotgeslagen worden. Ingewikkeld stukje is dat. Het heeft alles te maken met Psalm 2. We zingen straks in Psalm 2, vers 4 en 5 ook over pottenbakkersvaten die kapot gaan. Dus die psalm zingen we daarom naar de schriftlezing. Leest u met mij mee. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, omdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals ze dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
De Heer Jezus die maakt dus duidelijk aan die gemeente in Thyatira: ik doorzie alles. En als antwoord op de preek zingen wij een psalm die daarbij past. Psalm 139, vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1 en 14. Uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben. Het gaat dus ook over de morgenster, dus vandaar de morgensterkerk te Thyatira. Vier punten. We kijken allereerst naar meting, vervolgens naar mankement, daarna naar reparatie en als laatste naar resultaat. Dus de morgensterkerk te Thyatira, meting, mankement, reparatie en resultaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmorgen hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent, stel, je koopt een andere auto. Je bent eraan toe of je vindt dat je er in ieder geval aan toe bent en je koopt een nieuwe auto. En je bent er maar wat blij mee. Je rijdt ermee in het rond, van hier naar daar, maar het duurt niet lang. Of dan begint er in dat dashboard zo'n lampje te branden. Het is oranje, het knippert niet. Je kunt dus doorrijden, maar de volgende dag besluit je toch, laat ik maar naar de garage gaan. Laat ik maar even gaan vragen wat dat precies is en ja, wat ik daarmee moet. De volgende dag rij je naar de garage toe. Zet je auto daar neer. En dan komt de monteur aanlopen. En je vindt het al vreemd, hij heeft een laptop in zijn hand. Laptop in zijn hand. Hij moet de motorkap toch open doen om te zien wat er aan de hand is. Nee, hij doet de deur van de bestuurder open. Pak de stekker, de diagnosestekker. Vlucht hij erin. En op zijn laptop kijkt hij wat er naar voren komt. Hij mompelt wat. En je bent benieuwd. Wat zou het zijn? Hij vertelt: nou meneer, u kunt er nog een stukje mee doorrijden. Als u het niet repareert. Maar als het dan echt helemaal kapot gaat, dan is die auto ook eigenlijk gelijk dood te los. Of in ieder geval, dan loopt de motor in elkaar. Reparatiekosten €2000. Tja. Ga je voor zo'n heel klein lampje naar de garage. Verder merk je niks. Kost dat €2000. Moet je dat nou doen? Net geen BOVAG-garantie meer. Tja, maar ja, het risico dat je doorrijdt en dat die dan helemaal kapot gaat, wat dan? De gemeente van Thyatira zou ik willen vergelijken met zo'n auto. Zo'n auto die eens aan de diagnosestekker gaat, die uitgelezen wordt. En dan komt er van alles naar voren. Van buiten ziet het er prachtig uit. Het rijdt, het gaat allemaal goed. Er brandt één lampje. Maar achter dat lampje zit een wereld schuil dat als je daar niks aan doet, dat het tot los verklaard gaat worden. Dat gaat mis. In de gemeente van Thyatira, die wordt doorgelicht, wordt eens goed naar gekeken. En in het bijzonder bij deze gemeente staat er dat dat niet alleen voor Thyatira geldt, maar voor alle gemeenten. Kijk, de brief sluit af met die tekst, wat de geest tegen de gemeenten zegt. Maar in vers 23 staat er nadrukkelijk ook dat alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Ik doorzoek de nieren en harten van de gemeente van Thyatira, maar ook van die andere gemeenten, ook van onze Peniel-gemeente. Tja, en laten we dan eens wat beter gaan kijken naar die gemeente van Thyatira. En wat zie je als je in die stad rondloopt? En stel dat we daar vanmorgen nou eens naartoe zouden gaan en we zouden daar een rondje lopen. Wat zouden we zien? Wat zouden we tegenkomen? Wat voor soort mensen? Nou, ik moet u zeggen dat er eigenlijk heel weinig over bekend is. Opmerkelijk dat de langste brief van de zeven eigenlijk maakt dat we het minste kunnen zeggen over die stad. Over die gemeente daar. Er zijn niet heel veel toespelingen op dingen in die gemeente. Zoals in de vorige brief, de troon van Satan, dat dat dan ook iets is wat je concreet kan zien. Er gebeurt hier niet zoveel. En wat kunnen we dan vanuit de exegese wel zeggen? Nou, we kunnen zeggen dat Thyatira een stad is waarin mensen leven van geen woorden, maar daden. Het is een handwerkstad.
Mensen die hard moeten werken, aanpakken. Dat is wat deze stad typeert. En je moet hard werken, maar een goede boterham verdienen. Niet christenen, christenen ook. Als je gewoon je werk doet, dan kun je prima rondkomen. Ja, het is een echte handelswerkstad. Aardewerk, stoffen, dat zijn de twee dingen die daar gemaakt, geproduceerd en ook verkocht worden. In het bijzonder ook bepaalde dure stof. Stof waarvoor handelaren naar de rijkere plaatsen in het Romeinse Rijk gingen. Stof die Romeinse dienaren, die hoogst onder aangeschreven, graag droegen. En er is iemand die wij kennen in de Bijbel, die handelt in die stof. Die speciaal waarschijnlijk met die stof naar een andere plaats gegaan is. Als ik zeg Lydia, gaat er een lampje branden? Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira. Die komt hier dus vandaan, wellicht met purper afgereisd vanuit Thyatira naar Filippi. Dat was een rijke Romeinse kolonie waar veel mensen woonden die in het Romeinse leger hadden gediend. Hoge ambtenaren die daar hun pensioentijd mee beleefden. Nou, dan wilde je wel er goed uitzien. Dus zij kon daar haar handel wel slijten. Dat komt dus uit Thyatira. Als je die stof droeg, purper uit Thyatira, nou, dan had je echt kleding aan, zeg. En wat er gebeurd is bij Lydia uit Thyatira, gebeurde ook bij anderen in die plaats. De Heere opende haar hart, de Heere opende hun hart voor het evangelie. En er ontstaat in die stad waarin veel handwerkers wonen, een gemeente. De gemeente van Christus in Thyatira. En als dan de meting plaatsvindt, wat typeert dan die gemeente? Nou, allereerst valt dan op als we deze brief lezen, dat het niet zomaar even een meting is. Zo van even van, nou ik gis even, het zal ongeveer wel. Nee, de Heer Jezus die kondigt zich aan in deze brief als de Zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Tegenover de keizer die vereerd werd als de Zoon van God, zet hij zichzelf neer. Ik ben de Zoon van God. Ik ben God. Met goddelijke macht kijk ik naar jullie. En mijn ogen zijn als een vuurvlam. Vlammend. Alert. Brandt overal doorheen. Zie tot op het diepst wat er aan de hand is. Je kunt niks van mij verbergen. En mijn voeten zijn als blinkend koper. Beeld van kracht, van heerlijkheid. Denk niet dat je mij met je mooie woorden opzij kan praten. Denk niet dat je mij aan de kant kunt zetten. Ik ben de Zoon van God. En in vers 23 zegt hij ook nog, ik ben het die nieren en harten doorzoek. Nieren liggen diep in je lichaam. Nieren zijn in de tijd van de Bijbel het beeld van je diepste gevoel. He, als je iets voelt, dan voel je het vaak in je buik. Verliefdheid of boosheid, dat slaat op je buik. Nou, nieren, de Heer Jezus zegt, ik ga tot het diepst van jouw gevoel, waar dat vandaan komt. Je hart. In de Bijbel het commandocentrum van je leven. Ik doorgrond het waarop jij je keuzes maakt. Je kunt niks van mij verbergen. De Heer Jezus openbaart zich in deze gemeente vooral als degene die zegt, maar je kunt alles van mij proberen te verbergen, maar ik ga ook bij jou, ook bij u, een spade dieper. Zoals Psalm 139 zingt. Hè? David zingt daar. Hoe diep ik ook al ga, hoe hoog of ik wil, hoe ver weg ik ga, of hoe donker het ook is, ik kan me niet verbergen voor uw ogen. De diagnosestekker gaat erin. En de eerste resultaten van de meting van de Heer Jezus komen naar voren. Wat zal er zichtbaar zijn in deze hardwerkende gemeenschap? Nou, de eerste resultaten die zichtbaar worden zijn goed. Dat harde werken, dat de schouders eronder, dat wat je ziet in de gemeenschap, dat zie je ook in de kerk. De Heer Jezus noemt wel 5 goede dingen. Wel 5 werken op een rij, vers 19. Ik zie bij jullie liefde. Is dat agape? Die onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde.
die waarschijnlijk dan ook zichtbaar wordt in dat tweede. Dienstbetoon. Klaarstaan voor elkaar. De ander willen dienen. Mezelf weg willen cijferen om jou te helpen. Je zou kunnen zeggen, pannetjes soep worden gebracht. Berichtjes gestuurd, kaarten verzonden, stoepjes geveegd. Het is er echt levend. Het derde wat genoemd er is geloof. Kun je denken aan verbonden zijn met Christus? Levende geloof. Ik denk dat je vooral geloofwaardigheid hier moet bedenken. Betrouwbaarheid. Als jullie beloven een ander te dienen met je liefde, dan ben je daarin betrouwbaar. Je ja is ja, je nee is nee. Je doet wat je zegt. Betrouwbaarheid. Vierde, volharding. Ja, ook al zijn het teleurstellingen, ook kun je het misschien niet met iedereen zo vinden. Je volhardt. Je zet door. Dat doet die gemeente. En als vijfde, werken. Ja, in deze handwerkstad zijn de werken zichtbaar. Dat wordt vooral ook benadrukt. Wordt aangepakt, doorgezet. En dan sluit dat af met, de laatste zijn meer dan de eerste. Met andere woorden, het wordt er eigenlijk alleen maar beter op. Het gaat de goede kant op, er is groei. Dus als we die gemeente Thyatira zien, dan wat zien we dan? Een warme gemeente. Actief, dienend, trouw, betrokken. Waarvan we allemaal wel zouden zeggen, daar wil ik lid zijn. Dat is een warm bad. Wat een zegen als dat je gemeente is. Dat is niet trekken aan een dood paard. Maar dat gaat, er zit beweging in. En als je goed kijkt naar deze brief, dan lijkt die wel wat het tegenovergestelde van die eerste brief. Van die brief van de gemeente van Efeze. In Efeze miste precies dat. De warmte, de liefde. Dat is eigenlijk een beetje koude, kille, fundamentalistische gemeente. Terwijl Thyatira, daar is het warm, betrokken, bruist. En de Heer Jezus, die waardeert dat positief. Het eerste wat zichtbaar is, is prachtig. En broeders en zusters, is dat ook het eerste wat van ons gezegd kan worden? Als de diagnosestekker erin gedaan wordt. Als de Heer Jezus met ogen als een vuurvlam onze harten en nieren doorgrondt, daar kijkt, kan die dan zeggen, die Pnio-kerk in Veenendaal, warmte, liefde, dienstbetoon, werken, volharding. Dat zijn woorden die passen bij de Pnio-gemeente in Veenendaal. Die zijn er voor elkaar. En kan het ook van u en jou persoonlijk gezegd worden? Hoor je daarbij? Jij bent ook zo iemand, drijvende kracht. Zo iemand die onbaatzuchtige liefde geeft. Een aanpakker, een doener. Misschien een bepaalde leeftijd al bereikt, maar nog steeds dienstbaar. Prachtig toch? Dat je in de praktijk van het leven mag dienen. En dan zijn er toch ook heel wat dames, noem ik vanmorgen maar vooral. Die onbaatzuchtig ouderen en zieken bezoeken. Ik hoor er wel eens wat van terug als ik op bezoek ga. Het wordt gewaardeerd. En misschien wordt het niet door iedereen gezien. Maar dat mag toch ook iets zijn waarin onze gemeente iets van warmte doorgeeft. Misschien ziet niet iedereen het. De Heer Jezus die zegt, ik zie het hoe u op bezoek gaat. Ik zie hoe u daarin dienstbaar bent. En u mag weten, al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat verdwijnt niet. Maar het zal blijven bestaan. En dan zal eenmaal de Heere zeggen, mijn dienaar, mijn dienares, goede en trouwe dienaar, dienares, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde van uw Heer. De Heere waardeert het. Ja, dat is het eerste resultaat van de meting. Maar dan gaan we naar het tweede. Want de Heer Jezus die kijkt door. En dan komt er ook nog een mankement naar voren. Dat lampje dat brandt niet voor niets. En wat is dat dan precies? Ik zou het vanmorgen willen vangen met twee woorden. Te tolerant. Te tolerant is deze gemeente. En tolerant, dat is volgens het woordenboek
bereidheid om mensen afwijkend te laten denken en handelen. Nou, een stukje tolerantie, dat past in onze samenleving, dat hoort ook in het leven, denk ik. Je moet elkaar verdragen. Maar hier zijn ze te tolerant. Jongelui, stel je voor, hè? Je hebt je moeder beloofd, ik zal de trap afstoffen. Nou, misschien heb je dat ooit al eens gedaan. Nou, stel je voor, je belooft, ik ga komende week de trap afstoffen. En je moeder vertelt, dat doe je van boven naar beneden, want het stof valt natuurlijk naar beneden. Maar je begint en je begint onderaan. Van onder naar boven werk je zo die trap op. En je moeder ziet het en die denkt, nou ja, laat ook maar. Ze tolereert dat het anders gaat. Dat is niet zo bijzonder, hè? Maar wat als je zegt tegen je moeder, ik ga douchen met de laptop. Dus je neemt de laptop mee onder de douche. Je moeder ziet het. En die tolereert het. Doe maar. Voelt al een beetje gek, hè? Daar zou je moeder toch wat van zeggen? Dat doe je toch niet? Of wat? Je bent 14. En je pakt de autosleutels van je ouders. En je zegt, ma, ik ga even een rondje rijden. Je vrienden stappen in. Je bent 14, maar je weet hoe het werkt. Je start de auto en je gaat een rondje rijden door de straat. Je gaat even een stukje in de snelweg, even door de McDrive. En je moeder weet het en ze tolereert het gewoon. Zou je moeder dat tolereren? Nee toch? Dat is te tolerant als ze dat laat gebeuren. Nou, dat is de situatie hier. Er zijn dingen die je kunt tolereren, maar dit gaat over een grens heen. Dit is ja, niet voor te stellen dat je dit tolereert. En bij deze gemeente heeft dat te maken met een vrouw, vers 20. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen. Izebel. Is dat haar eigen naam geweest? Nee, waarschijnlijk niet. Net als bij een vorige gemeente, ging het over Bileam. Dat is een stereotype. Iemand waarvan mensen denken, Izebel, was dat niet die verschrikkelijke vrouw uit het Oude Testament? Ja, inderdaad, dat is de vrouw van koning Agab. Dat is een vrouw die een desastreuze rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Israël. Die het volk verleidde de afgodendienst in. Die iemand vermoordde vanwege een wijngaard. Die zo gruwelijk leefde dat ze uiteindelijk uit een raam gegooid wordt. Vertrapt wordt door paarden. Opgegeten door honden. Izebel, als je daarmee vergeleken wordt, dat is een grove belediging, een serieuze aanklacht. Er is een vrouw in jullie midden, dat is Izebel. Wat is het punt? Nou, waarschijnlijk een beetje hetzelfde als bij Bileam. Vorige gemeente, vers 14, wordt het verbonden dat van Bileam aan afgodenoffers en hoererij. Hier in vers 20 gaat het over hoererij en afgodenoffers. Deze vrouw, blijkbaar een vooraanstaand lid van de gemeente, die zich een profetes noemt. Iemand die dus profetische gaven heeft, die het woord van God spreekt. Waarschijnlijk krachtig de dingen kan verwoorden. Duidelijk overkomt. En zelfs als je bedenkingen hebt, dan geef je haar het voordeel van de twijfel. Een profetes. En de Heer Jezus zegt, zij is Izebel. En dan lees je in vers 20 over hoererij en afgodenoffers. Vers 21 over hoererij. Vers 22 ook over overspel. Het punt van deze Izebel had dus te maken met de seksuele moraal. Wat daarin kan. Seks, drugs, rock'n'roll zou je kunnen zeggen. Zij gingen tegenin als mensen zeiden, seks dat hoort binnen het kader van het huwelijk. Waarom? Is er nergens voor nodig? God geeft toch om te genieten? Feestjes met drank, doe lekker mee, joh. Natuurlijk, wij geloven in de Heer Jezus, wij leven voor Hem. Maar doe lekker wat je wilt, anders word je ook zo wereldvreemd. En in haar woorden lijkt ze er in alles een christelijk sausje overheen te gooien. Weet je wat ze zegt? Zo leer je de diepte van Satan kennen. Vers 24. De diepte van Satan. Op zo'n manier, zei ze dan, kijk je de Satan in de ogen. Je doet gewoon mee met zijn werk. En je daagt hem daarmee uit als christen. En je zegt dan eigenlijk midden in zijn gezicht, jij hels angel, jij dacht dat je mij te pakken had, maar dat is alleen maar mijn lichaam. Mijn hart, mijn ziel is al van Christus.
En zo kun je doen wat je wil, want het is toch maar je lichaam. Tja. En de Heer Jezus die zegt, zo iemand met zoveel invloed, dat is echt te tolerant, gemeente. Dat kan niet. De Heer Jezus zegt zelf ook, ik ben ook tolerant geweest, vers 21. Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Ik ben tolerant zodat je verandert, maar je deed het niet. De Heer Jezus zegt dus tegen deze gemeente niet, wat zijn jullie heerlijk inclusief. Wat houden jullie fijn, iedereen aan boord. Ledenaantal stijgt, geweldig. Mensen van buiten ervaren zo'n heerlijk lage drempel. Nee. Naast waardering voor die liefde, zegt hij, jullie zijn te tolerant. Jullie tolerantie is ontrouw aan mij. Jullie laten het maar gebeuren. Gemeenteleden die niet echt als christen leven. Er wordt niks van gezegd op huisbezoek. Jullie laten die mensen gewoon leiding zijn over de club. Let jullie er niet op wie de leiding heeft. Jullie willen iedereen binnenboord houden. Als een warme gemeente. Maar je geeft daarmee wel veel te veel ruimte. Je kunt geen beleidend lid zijn en leiding geven als je seksuele moraal en levensstijl niet past bij die van Christus. Als je daar niet van bekeert. Broeders en zusters, gaat het over iemand van ons vanmorgen? Houden wij er misschien een te vrije moraal op na op seksueel gebied? Ik weet ook wel, het is niet alles, maar het komt wel uit deze tekst naar voren. Wie in onze gemeente houdt er misschien te vrije moraal op na? Ja, ik ben christen, maar het heeft totaal geen consequenties. Gaat misschien over u. Heeft u misschien een beetje zo'n houding van, leef zoals ieder ander als je op zondag maar in de kerk bent? Zou het kunnen zijn dat iemand vanmorgen moet horen van de Heer Jezus, je bent een Isabel. Je bent te tolerant. U bent een vrouw die anderen ten diepste bij God vandaan trekt. U bent een man die anderen uiteindelijk bij mij vandaan trekt, zegt de Heer Jezus. En je kunt het van uiterlijk verbergen. Maar hoe je staat in je gezin, in de club, eindelijk toch. En ik heb je tijd gegeven om je te bekeren, maar je doet het niet. Je gaat toch door. Weet je wel wat je doet? Of gaat het vanmorgen niet over u of jou? Maar is dat wat die gemeente te horen krijgt wel op ons van toepassing, dat wij misschien te tolerant zijn? Ja, maar je moet niet te hard zijn, dominee, want je raakt ze zomaar kwijt. Klopt. Vraag tact, wijsheid. En dat eerste wat genoemd wordt aan die brief, dat is zo waardevol. Dat moet je niet overboord gooien, dat zegt de Heer Jezus straks ook. Maar het gevaar is dat je met alle liefde en betrokkenheid, dat je heel makkelijk van alles binnenlaat. Durven we eigenlijk nog wel lijnen te trekken als ouders? Of zijn we te bang om onze kinderen buiten de boot te laten vallen? Met als gevolg dat we te tolerant zijn. Zou we misschien te tolerant zijn omdat we niet genoeg toegewijd zijn aan Christus? Of omdat we net als in deze handwerkgemeente te druk zijn en bezig zijn. Ik moet dit en ik moet dat. En dat je ergens zegt, ik laat het maar gaan, want broeders en zusters, laten we vanmorgen bij onszelf naar binnen gaan. Wat tolereren wij in onze levens? Wat tolereren wij in onze harten? In onze huizen? In onze vriendengroepen? In onze WhatsApp-groepen? Zijn wij misschien te tolerant? Broeders en zusters, ik kom nog een keer op dat verschil tussen Efeze en Thyatira. Wat miste bij Efeze is er volop in Thyatira. En wat mist in Thyatira is er volop in Efeze. Efeze is een gemeente die veel liefde heeft voor de waarheid, maar waar het koud en kil is. Thyatira is een warme, liefdevolle gemeente waar de waarheid overboord lijkt te zijn gegaan. Efeze, strak in de leer, maar een koude sfeer. Thyatira, een warme sfeer, losjes in de leer. Twee uitersten. Die veel van elkaar kunnen leren. En wat in ieder geval duidelijk wordt, is dat beide gemeenten
En dat wij allemaal vanmorgen de genade van de Heer Jezus Christus nodig hebben. Want hij openbaart zich hier als de Zoon van God, die zich daarvoor heeft laten nagelen aan het vloekhout. Als de Zoon van God met ogen als een vuurvlam, die gehuild heeft over Jeruzalem vanwege zijn barmhartigheid. Hij openbaart zich als mijn voeten met gloeiend koper, als gloeiend koper. Die voeten zijn doorboord om de zonde te kunnen vergeven. Die Heer Jezus, die kijkt in ons hart. En het is vanmorgen als een matroeska. Wat is van gehoord? Zo'n Russisch poppetje. En dan haal je de buitenkant eraf en dan zit er weer precies zo'n poppetje in. En dan haal je weer uit elkaar en dan zit er nog eentje in. En totdat je komt op de binnenste, die is heel klein. Zo wil de Heer vanmorgen naar ons hart. Hij kijkt. Hij zegt, wat zal het een mens baten als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel? Ja, er is wat nodig dus. Van de meting gingen we naar het mankement. Maar gaan we nu verder kijken. Want wat nu? Hoe los je dat op? Welke reparatie is nodig? En dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. En dan zegt de Heer Jezus twee dingen die nodig zijn. Bekering, volharding. Bekering, want er staat in vers 22. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen. En nee, dat te bed werpen betekent niet met haar naar bed gaan. Is niet iets seksueels. Maar het wordt gebruikt ook wel voor iemand in de gevangenis werpen. En het betekent hier zeer waarschijnlijk een ernstige ziekte. Ik werp haar met ziekte op bed. Een ernstige verdrukking komt. Wat er staat in 1 Korinthe 11 gebeurt hier ook. 1 Korinthe 11 schrijft Paulus. Er zijn veel zieken onder u, veel zwakken. Mensen zijn jong gestorven. Waarom? Omdat jullie in het viering van het avondmaal niet gedaan hebben zoals ik dat vraag. Nee, ziekte is niet altijd een oordeel van God. Kun je niet altijd terugleiden op bepaalde zonden. Maar hier wordt die lijn wel getrokken. Zo'n profetes die van alles kan zeggen. Ze wordt op bed geworpen. Er is bekering nodig. Dingen moeten anders. Als ze zich niet bekeert. Dingen moeten weggegooid worden. Verwijderd worden. Weggedaan worden. Broeders en zusters, de Heer Jezus meent het hier zo serieus. In vers 24 staat er zelfs. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Waarschijnlijk moet je niet letterlijk denken aan haar kinderen. Maar aan degene die volgen. Je kunt dus nooit zeggen. Ja, mijn ouders zeiden. Ja, maar mijn vrienden. Ja, maar die ene persoon in de kerk. Deed het toch ook? De Heer Jezus die zegt, kijk eens naar binnen. Is er misschien bekering nodig? Of moet je eerst stilgezet worden? Op bed geworpen worden? Bekering is anders denken. Veranderen van richting. Anders doen. Maar ook volharding dus. Volhard waarin? Ja, hou vast, overwin, neem in acht, staat er achter elkaar. In vers 24. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wat hebben ze? Nou, dat zijn die vijf dingen die genoemd werden. Hou vast aan wat u hebt. Die liefde, die dienstbaarheid, dat geloof, die werken. Laat het er alsjeblieft blijven zijn. Je moet nu niet de andere kant op schieten door maar heel veel, heel leerstellig te worden en strakke lijnen te trekken alleen maar. Maar hou die liefde vast. Blijf juist als ik scherp ben. Liefdevol voor elkaar. Want de liefde verbreekt. Houd vast wat u hebt. Misschien denkt u tijdens deze preek wel aan iemand. Iemand waarvan u zegt wat hij gedaan heeft of hoe zij leeft. Dat kan toch echt niet? Ik vind het zo bizar hoe hij in de familie staat. Hoe hij in relaties met mensen is omgegaan. Dat kan ervoor zorgen dat je heel hard wordt. Maar dan roept de Heer u tot bekering en zegt, hou vast wat u hebt. Hou die liefde. Hou dat vast. En overwin. Wie blijft overwinnen? Er is dus strijd nodig. Wie overwinnende leeft. Hoe doe je dat? Nou staat er achteraan, neem in acht.
Neem mijn werken tot het einde toe in acht. Dat is een militaire term, kwam ik achter. Neem dat in acht, als een militair, als iemand die in de strijd staat, neem in acht. Dat wat er als orders komen, dat moet je in acht nemen, want dat brengt je richting de strijd. Dat zorgt ervoor dat je op een goede plek komt, dat je overwint. Neem in acht, wat dan? En dan vind ik het opmerkelijk dat daar staat mijn werken. Er staat dus niet uw werken. Hou uw werken in acht. Nee. Te midden van die handwerkstad waarin veel gebeurt, waarin er veel werken zijn, zegt de Heer Jezus, weet u wat u nu in acht moet nemen? Waar je nou echt door moet laten bepalen? Mijn werken. Zou de Heer Jezus dan niet doelen op zijn volbrachte werk? Zijn werk, hoe hij omging met mensen die als Izebel waren. Scherp, liefdevol, duidelijk, genadig, rechtvaardig. Hij was bereid om zichzelf helemaal te geven, tot in de dood, voor het behoud van mensen die als Izebel zijn. Deze Jezus, hij heeft zijn werk voltooid, kruipend in Gethsemane, kermend op Golgotha. Hij hing in het duister, deze morgenster. In het duister van de Godverlatenheid wilde hij onze verlosser zijn. Hij werpt ons dus vanmorgen niet terug op onszelf. Van doe het maar gemeente, jullie kunnen dat. Neem in acht wat ik voor je heb gedaan en waar ik je toe oproep. Kijk maar naar Izebel. Kijk maar wat er gebeurt. Zie hun wegen, zie hun uitkomst. Let daarop. Kijk vooral naar mijn werken. In het verleden, in het heden, in wat er komt. Hou dat vast. En dan zal het resultaat vanzelf duidelijk worden. En dan zijn we dus bij het vierde punt van de preek. Na de meting zagen we het mankement. Dan de reparatie. En nu resultaat. En de Heer noemt dan twee dingen. Hij heeft over macht en over de morgenster. In vers 26b. Hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal een hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Die bevoegdheid. Gemeente, als je hierover nadenkt, dan vind ik dat toch wel heftig. Betekent dit dat als je werkelijk de Heere volgt, dat je een ijzeren staf krijgt op een gegeven moment? En dat je dan de heidenvolken als kruiken kapot moet slaan? Huiveringwekkend toch? Het wil in ieder geval duidelijk maken dat Christus de ijzeren staf is en dat heidenvolken maar kruiken zijn. Dat stelt zo weinig voor. En daar komt dus helemaal Psalm 2 in mee, die we net zongen. Psalm 2 is het beeld van heidenvolken die maar doen wat ze willen. God doet toch niks. Je kunt lekker je gang gaan. Maar dan zegt Psalm 2, uiteindelijk zal God komen met die ijzeren staf. En dan blijken die mensen die te denken te kunnen doen wat ze willen, maar pottenbakkers kruiken te zijn. Uiteindelijk blijft er niks van over. Broeders en zusters, wees dus waakzaam. Zie op de macht van de Heer Jezus en leef in zijn kracht, de kracht van zijn geest. En ontvang dan ook de morgenster, vers 28. En ik zal hem de morgenster geven. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Eigenlijk is dat helemaal niet zo duidelijk wat dat is, de morgenster. Sommigen zeggen dat heeft te maken met engelen en misschien wel met de duivel. Dat je daar de macht over krijgt. Zoiets. Anderen zeggen onsterfelijkheid. Zoals een ster niet sterft. Op die manier. De volgende zegt de Heer Jezus zelf. Want in Openbaring 22 vers 16 wordt hij de morgenster genoemd. Wat in ieder geval wel duidelijk is. Is dat de morgenster heel helder schijnt. Zo ongeveer in het donkerst van de nacht. Dat terwijl het donker blijft, zegt de Heer Jezus, geef ik jullie de morgenster. Dan zal het licht van mij blijven schijnen. Dan is het misschien donker.
Weet dan, als de morgenster schijnt, dat de dag zal aanbreken. En met de morgenster weet je, er is licht, er is perspectief, er is hoop. Daar mag je uit leven, broeders en zusters, hoe gebroken ons leven soms ook is. Hoe ziek je kunt zijn, hoe kwetsbaar je ook bent. Deze Heer Jezus, die kijkt naar ons en die weet dat wij leven in een duistere wereld. Maar hij wil niets liever dan voor ons het licht der wereld zijn. Hij ging de duisternis in op Golgotha om ons het licht te geven. En het is alsof je dan mag door een donkere tunnel en je ziet daar in de verte een klein stipje licht. Daar mag je naartoe. Daar mag je op gericht zijn. Zou hij, die zijn leven gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden, ons niet willen helpen om ook werkelijk op bestemming te komen. Laten we leven met dat perspectief. We zagen de morgensterkerk te Thyatira. De meting is gedaan. Veel was er goed, maar één mankement kwam boven. Reparatie is nodig. Het resultaat mag er hopelijk in ons midden ook zijn. Tot slot. Een auto waar een lampje gaat branden, die te horen krijgt, ja, dat gaat een keer mis. Nou, daar heb je weinig aan. Want die komt waarschijnlijk niet op bestemming aan. Als er bij u dan vanmorgen een lampje is gaan branden, leef niet door. We gaan de Heere, onze Heelmeester, hij wil het repareren en genadig vergeven. En ook u, ook jou, ook mij, echt op bestemming brengen. Amen.
Zullen we tot God gaan in ons gebed. Heer onze God, wij komen tot u. Heer Jezus, wat toont u zich machtig ook in deze gemeente. U als de Zoon van God, het oog als een vuurvlam, voeten als blinkend koper. U doorziet en doorgrondt ons allemaal. Heer, wat wij verborgen houden voor elkaar, u weet het. Wat er leeft in het diepst van ons hart, u kent het. En Heer, zo kijkt u naar ons. En u weet, Heer, wat van de gemeente Thyatira ook op ons van toepassing is. Of wij die liefde kennen. Of wij elkaar dienen. Of wij elkaar helpen. Of we betrouwbaar zijn. Maar u weet ook, Heer, of wij misschien te tolerant zijn. U weet, Heer, dat dat ingewikkeld ligt. Dus het gaat over de seksuele moraal. In onze tijd wordt er van alles geroepen, gezegd. En als kerk zoeken we ons daartoe te verhouden. En willen in liefde pastoraal op elkaar betrokken zijn. En tegelijkertijd de grenzen van uw woord in acht nemen. En Heer, geeft u ons daarin wijsheid. Helpt u ons daarin, Heer. Dat we niet in de valkuil vallen van te hard zijn. Maar dat we niet ook alles maar tolereren. Zegent u ons daarin, Heer, ook als wij hier misschien zijn of meeluisteren. En zelf daarmee te maken hebben of iemand kennen die dit heel lastig vindt. Dat er keuzes gemaakt zijn in het verleden die zondig zijn. Dat we worstelen met onze gevoelens. Met wat ons is aangedaan of wat wij anderen hebben aangedaan. Met onze gerichtheid. Hoe we ons voelen in ons lichaam. Heer, dat is heel kwetsbaar. Geef ons daarin uw liefde en uw zegen, pastoraal geduld, wijsheid, ook als kerkenraad, om daarmee om te gaan. En geef zo dat we als gemeente ons kruis mogen opnemen en u volgen. Leid u ons, Heere, opdat wij uw naam zullen eren. Omdat we weggaan van uw geboden. Heere, geef dat. Als iemand zich herkent in Izebel, dat er ook bekering plaatsvindt. Verandering van denken, van leven. Wilt u zo in onze harten werken, Heere. De rest van deze zondag. Gaat u met ons mee. Help ons om ons te bekeren. Weet, Heer, dat we dat soms ingewikkeld vinden. Een stukje bekeren of even bekeren, dat gaat wel. Maar om dan vol te houden, we vinden dat ingewikkeld, Heere. Maar schenk ons volharding. En bewaar ons ervoor dat de dingen maar alleen maar op onszelf doen. Geef ons steun aan elkaar. En geef er zo een warme, betrokken gemeente mogen zijn die uw waarheid vasthoudt. Zegent u ons ook als kerkverband. Leid ons, Heere. Geef ons wat nodig is. Zodat wij het goede doen. En ons vooral mogen vasthouden aan uw werken. Heer, dat geeft ons vanmorgen ook troost. Want die gloeiende voeten, die waren doorboord. Die ogen, die hebben gehuild. Omdat u ons zo lief heeft. Omdat u niet wilt dat wij verloren gaan, maar dat we allen tot geloof en bekering komen. Dat we allen het eeuwige leven ontvangen. Heer, geef dan dat niemand van ons hoeft te schrikken als we voor u verschijnen. Maar dat we met alle lek en gebrek achter u aan mogen gaan. Onze weg vol dienstbaarheid mogen voortzetten en eenmaal van u mogen horen. Goede en trouwe dienaar, dienares. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Heere, wat een vooruitzicht is dat. Geen tranen meer. Geen pijn. Geen verleiding. Geen zonde. Maar bij u zijn, in heerlijkheid, in majesteit, u eren zoals u het waard bent. Wat een vooruitzicht voor uw bruidsgemeente. Geef dat levend is in onze weg vandaag en morgen. Voor jongeren en ouderen,
Geef ons zo nog een gezegende zondag, Heer. Ook als dominee de Kok vanmiddag voorgaat, geef ook dan weer een gezegende dienst. Wij vragen u dit alles, niet om iets in ons, maar om Christus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. En vervolgens zingen we onze slotzang. Misschien wel een samenvatting van de preek. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, die vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede. Amen.